Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Kom dan nog even bij ons aan en laat je paardje maar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. In Spanje wordt de stoomboot gepakt voor de grote reis naar Nederland. Maar in Nederland gebeuren duistere zaken. Zwarte zaken. Wie heeft er ingebroken in de Intertoys? Wat is er toch allemaal aan de hand in Nederland? Sint-Nicolaas moet dit weten. Hallo kinderen, wat een gedoe in Nederland, hè? Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb er vannacht slecht van geslapen. Dan willen ze daarin best die Zwarte Piet gaan arresteren. Dat verzin je toch niet, Hans? Ik heb gelukkig nog nooit zoiets meegemaakt in mijn leven. Maar ik begin me toch wel echt zorgen te maken, Jacqueline. Het zou me niks verbazen als Sinterklaas dit jaar helemaal niet meer naar Nederland komt. Nou, dat meen je toch niet? Dat kan je toch niet maken? Alle kinderen en alle grote mensen, die verwachten hem, hoor. Ja, maar wat zou jij doen? Zou jij komen als ze je Zwarte Piet achter slot de grendel willen gooien? Nee, natuurlijk niet. Maar ik begrijp er helemaal niks van. Is die Zwarte Piet nou de inbreker? Of zijn er nog anderen? Ja, ik vind het ook allemaal onzin. En als je niet weet wie het gedaan heeft, dan is het wel heel makkelijk om iemand met een ander kleurtje de schuld te geven. Maar volgens mij, Jacqueline, is het de hoogste tijd dat we verder gaan lezen in dat boek hoe het verder gaat in Best. Alle kinderen wachten. Het bekende beste speurtersduo Poeze en Van der Tegelaar is op zoek naar de inbrekers en een Zwarte Piet. Maar zij vinden nergens een spoor van de boeven of van een Zwarte Piet. Na een lange dag zoeken strijken ze vermoeid neer in een cafeetje voor een kop koffie. Blijkbaar hebben ze zich vergist. En is er toch geen Zwarte Piet in Best? Misschien zijn al die aanwijzingen met zwarte vingers onzin. En moeten ze maar gewoon verder zoeken naar een echte inbreker. Een Zwarte Piet in begin november in Best. Dat kan toch ook eigenlijk helemaal niet? November 2016. Plaatjes vallen, zijn al bijna allemaal van de bomen gevallen. Sinterklaas is natuurlijk al lang op de stoomboot op zee. Ik moet Sinterklaas waarschuwen. Hij moet dit weten. Ik moet de stoomboot een SOS sturen. Maar hoe? SMS! Ik moet Sinterklaas een SMS sturen. Geen bel te goed. Volle pepernoten. Sinterklaas moet dit weten. Dadelijk worden alle pieten gearresteerd als ze een voet aan wal zetten. Iemand moet ze waarschuwen. Wifi! Wifi, dat is het! Iedereen heeft tegenwoordig wifi! Ik moet wifi vinden! Dan kan ik Sinterklaas een WhatsApp sturen! Ik moet het dak op. Ik ben een echte Zwarte Piet. Pieten lopen op het dak. Ik ga vannacht het dak op en dan ga ik op zoek naar wifi. Dan kan ik Sinterklaas een WhatsApp sturen. Dan komt het allemaal goed. Wifi. Het is toch waar. Ja, er is echt een Zwarte Piet in Nederland. Ja, en Sinterklaas weet ervan. Waarom is die Zwarte Piet in Nederland? Geen idee. Maar Sinterklaas heeft er vast een plan mee. Ja, nou weten we ook waarom dat hij geen contact krijgt. Zijn beltegoed is op. Maar hij heeft het niet gedaan, hè? Wat? Nou, dat inbreken natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Zwarte Pieten brengen cadeautjes. Die stelen ze niet. Ja, ik heb het ook nooit geloofd, ja. Maar nou weten we het zeker. Ik vind het toch wel zielig, hoor. Ja, zielig is het wel, ja. Waar zou die zitten? Ja, ergens hier in Best. Alleen, op een kamertje.
Maar Hans? Ja? Als de Zwarte Piet het niet gedaan heeft, wie heeft het dan wel gedaan? Wat? Nou, dat inbreken natuurlijk. Oh ja, ik was toch bijna vergeten. Nou, dat leek het toch ook echt wel op Zwarte Piet, hoor. Zouden er dan nog meer zijn? Eén Zwarte Piet begin november in Nederland is al vreemd. Zeg, Hans, de verhaal wordt steeds vreemder. Ja, dat is vaker zo. Weet je wel, er zit maar één ding op. Wat? Doorlezen natuurlijk. De pakjesboot is bijna klaar voor de lange reis naar Nederland. Het schip is geschopt. De boot ziet er van de boegspriet tot aan de schoorsteen uit om door een ringetje te halen. Alle cadeautjes zijn ingepakt en aan boord gebracht. Overal staan cadeautjes en zakken met strooigoed. Opschieten! Zorg dat alles aan boord goed vast zit. Er is een stormopkomst in de Golf van Biscuit. Wat? Verwacht je slecht weer? Ja, het ziet er niet goed uit het weer. Kijk, we varen zo. Hier is de Golf van Biscuit en dan gaan we helemaal om Frankrijk heen en dan zo door het kanaal. Daar is het erg gevaarlijk. En dan hier is Nederland. Ik heb gehoord dat in Nederland ook slecht weer is. Mediastorm 9, heb ik gehoord. Ja, maar die is dan wel geluwd. Sint-Nicolaas verwacht dat als wij in Nederland aankomen, dat die storm niet meer is. Dat is meer een storm in een glas water. Zo, ik ga maar weer eens verder. Waar zou die hoofdpiet nou eigenlijk toch zijn? Ik had hem hier al verwacht. Niets, Sinterklaas. Helemaal niets. Geen reactie. Ik begrijp het ook niet. Ik heb alles geprobeerd. En heb je het Sinternet ook geprobeerd? Alles, Sinterklaas. Ik heb alles geprobeerd, maar niets werkt. Hij is niet te vinden op Sintergram. Hij reageert niet op de pakjes-app. Ook niet als we een leuke smiley-piet sturen. En hij zit al nooit meer op de Black Facebook-pagina. Het lijkt wel of hij van de wereldbol is verdwenen. Dit is zeer zorgwekkend, Piet. Denk je dat we er goed aan gedaan hebben om Piet Lepoe dit te vragen? Ja, er was toch geen enkele aanwijzing dat hij in gevaar was? Het was alleen maar een beetje gezeur van een stelletje zwartkijkers. Heb je dat briefje van het laatste briefje van Piet Lepoe nog? Zeker, Sinterklaas. Wat kunnen we hiervan maken, Piet? Ja, dat hij nog een berichtje gaat sturen. Het vervolg, zeg maar. Ik vrees dat dit nog wel een vervolg gaat krijgen als we in Nederland zijn. Goed, ga maar verder met pakken. We vertrekken morgen vroeg. Ook al hebben we nog geen bericht van Piet Lepoe. Er zit niets anders op. Zeker, Sint-Nicolaas. Binnen, Piet. Je kunt wel verder komen. Wat kan ik voor je doen, Piet? Had je een vraag? Ja, eigenlijk wel, maar... Maar wat? Ik heb iets gehoord, Sinterklaas. Iets over Onderduik Piet. Heb jij aan mijn deur geluisterd? Nee, ja, eigenlijk wel. Het ging per ongeluk, Sinterklaas. Juist, ja. Per ongeluk. Dat is niet goed, hè, Piet? Nee, Sinterklaas. Een Zwarte Piet luistert aan de schoorsteen en niet aan de deur. Je moet blijkbaar nog wel wat leren. Of heb je soms hoogtevrees? Nee, Sinterklaas. Ik heb al heel veel geoefend op de daken. Juist, ja. Maar wat wilde je eigenlijk vragen? Je bent toch niet hierheen gekomen om te laten zien dat je ook geruisloos aan de deur kunt luisteren? Ik wilde vragen of ik mee naar Nederland mag. Ik heb al veel geoefend en ik ben bijna Piet tweede klas. Ik ben met lef geslaagd. Maar het verschil tussen een deur en een schoorsteen is je nog niet duidelijk? Straks ga je nog gewoon bij de mensen bij de voordeur naar binnen. Heb je te veel televisie gekeken? En denk je soms dat de deuren in Nederland op magische wijze gewoon open gaan? Nee, Sinterklaas. Het spijt me, Petit, maar je bent echt nog te jong. En in Nederland is het op het moment te gevaarlijk. Je zult echt nog een jaartje moeten wachten. Alsjeblieft, Sinterklaas. Te klein. Wie is hier te klein?
Gelukkig, kinderen. Jullie zien in ieder geval dat Sinterklaas van plan is om weer met de boot naar Nederland te komen. Ja, maar hij weet nog niet alles, Jacqueline. Hij weet nog niet dat Sint Pieter beschuldigd worden van die inbraak en dat de mensen boos zijn op Zwarte Piet. Nou, in ieder geval komt hij weer met een boot vol pakjes deze kant op. Ja. En daar zullen heel veel kinderen heel blij mee zijn. Dan zag jij ook iets raars aan dat grote pak. Raar? Ja. Het was net of het bewoog. Maar dat kan natuurlijk niet. Hè? Nee. Zeg, hoe zou het eigenlijk gaan met die onderduik, Piet? Zou die nou wel wifi gevonden hebben? Nou, ik hoop het niet. Want als Sinterklaas alles hoort wat hier gebeurt, dan draait hij misschien wel om. Ja, en dat willen we natuurlijk helemaal niet. Nee, dat willen we niet, nee. Laten we eens gauw bij die onderduik, Piet, gaan kijken. Oh ja, hier staat het. In Best is ondertussen de avond gevallen. De onderduikpiet heeft de hele dag gewacht totdat het donker was, zodat hij zijn plannetje kan uitvoeren. Vanavond is het dan zover en hij zal over de daken op zoek gaan naar een huis met een goede wifi-verbinding om Sinterklaas een berichtje te sturen over de akelige situatie in Nederland. Goed. Goed. Je bent zo zwart als de nacht. Zo zullen ze je niet zien, Lepoe. Je bent een zwarte Piet. Je bent een zwarte Piet, Lepoe. Op naar de wifi. Het waren inbrekers. Ze mogen me niet zien. Ze moeten zich hier ergens schuil houden. Weet je zeker dat ze hierheen gingen, veldwachter? Ja, ik zag ze hier de hoek omgaan. Ze kunnen geen andere kant op. Ze mogen me niet zien. Ze mogen me niet zien. Als die Piet maar niet valt, Hans, dan ging daar zo gevaarlijk. Dat is wat je noemt een echte klippenhanger. Kijk, als we de kinderen in Best nou eens vragen of ze iets zachts onder de dakgoot leggen, zodat die zachtjes neerkomt als die valt. Ja, maar we weten toch helemaal niet waar die Piet zit. Of beter gezegd, hangt. Ja, hier in Best natuurlijk ergens. Zo groot is dat toch niet? Kom jij uit Amsterdam of zo? Best is echt wel een groot dorp, hoor. Hij kan overal rondhangen. Zeg, Hans, heb jij die inbrekers gezien? Die met hun strepen in hun gezicht? Het leken wel zebra's. Tja, wie zou het zijn? Ze hadden zich wel verkleed als Zwarte Piet. Ja, maar in ieder geval zijn het geen echte Zwarte Pieten. Oh. Ja, dat weten wij nu wel. Maar die brigadier Poesen, die weet dat niet. En die probeert nog steeds om die onderduikpiet te arresteren. Zeg, zullen we eens kijken of die onderduikpiet nog ergens hangt? Ik ben toch zo bang dat die hard valt. Het spijt me echt, Jacqueline. Maar we hebben daar geen tijd meer voor. Laten we maar het beste van hopen. In Best. Oké, tot de volgende keer. Dag Sinterklaasje, dag, 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 Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied. Dag Sinterklaasje, dag. Dag, 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 Zwarte Piet. Dag Sinterklaasje, dag, dag, luister naar ons afscheidslied. Dag Sinterklaasje, dag.